Pioniersgeest zit er nog wel een beetje in. Om toch ten alle tijde met hard werken vooruit te komen. En dat maakt het familiebedrijf wel sterker. Het is nog steeds de basis van waar we nu staan en door willen gaan. Theo Vos, 44 jaar oud. Akkerbouwbedrijf samen met mijn vrouw. En wij telen pootaardappelen als hoofdtak. En ruilen wij land uit met veehouders en bollenboeren. Om zodoende tot zo'n 65 hectare pootaardappelen te komen. We hebben eigenlijk vier segmenten: friet, zetmel, chips en tafelaardappels. En daar zijn allemaal specifieke rassen voor. Pootgeteeld dient eigenlijk is eigenlijk het uitgangsmateriaal voor de teelt van consumptieaardappelen. Van de hele bulk hier in Nederland, dat is zo'n 40.000 hectare, wordt ongeveer 9.000 hectare in Flevoland geteeld. Dat is zo'n 20% van de totale bulk. Wereldwijd exporteert Nederland zo'n 1 miljoen ton over de grens. En ongeveer 10% blijft in Nederland zelf. En juist die exportpositie is verschrikkelijk belangrijk voor de Nederlandse pootgoedtelend Nederland. Ik teel met name voor het handelshuis Sted Holland. Die heeft rassen die goed bij mij passen. En hun beleid en hun idee over het afzetten van aardappels past ook bij mij als ondernemer. Kijk, Sted Holland is niet al te groot handelshuis, staat dicht bij de teler. Heeft de visie van een ras moet zichzelf bedruipen, dus die moet zichzelf een benen zien te houden. Dus als een ras niet goed in de markt ligt, verdwijnt die zelf van het podium. Op die manier kan je streven naar een hoogst mogelijke prijs, omdat er vraag is naar hetgeen wat jij produceert. Maar het belangrijkste is natuurlijk de vraag en aanbod concentreren. Dat wat geteeld wordt, moet verkocht worden. En dat is eigenlijk de belangrijkste rol van het handelshuis. En dat doet ieders handelshuis met zijn eigen rassen. Nou, in Flevoland is vooral in het Oostpool zit heel de periferie. De handelshuizen, het NAC-kantoor. Wij zijn het centrum van de wereld, zeg maar. Dat wel. Er zitten heel veel aanverwante bedrijven zitten hier in de polder gecentraliseerd. In heel Nederland kan goede kwaliteit geteeld worden. Wat je wel ziet is dat de gemiddelde opbrengsten in de polders, in IJsselmeerpolders, eigenlijk wel het hoogst zijn. Dus dat maakt wel dat hier wel heel veel boterhammen geteeld worden. Maximaal eigenlijk dat de grond kan hebben.